Nevers hier op Magny-Cours gaan we van start voor de warm-up. Philippe Massa verlaat de pitstraat en rijdt richting het eind van de pitstraat waar het licht nog op rood staat. Michael Schumacher wordt hier ingebonden om ook zijn T-car uit te proberen. Daar staat dan het licht op groen. David Coulthard als eerste weg. En dan het rijtje af richting hier een van de Minardis. Alex Jong eruit. Man heeft zich net kunnen kwalificeren. 51 Grand Prix zijn er totaal in Frankrijk verreden. Dat is op de circuits Clermont-Ferrand, Dijon, Le Mans, Magny-Cours, het circuit waar we nu zijn, Paul Ricard, Reims en Rouen. Dat zijn de circuits dus waar de 51 Grand Prix verreden zijn. Michael Schumacher hier klaar voor vertrek. Olivier Panis, de enige Franse coureur dit seizoen in de Formule 1. Startte in 1994, reed 117 Grand Prix, 1 overwinning. En die haalde hij in 96 op Monaco met Ligier. Dan zijn er problemen voor de enige Jordan deze Grand Prix. De auto van Takuma Sato, die daar met problemen blijft staan. Fisichella, die gisteren tijdens de ochtendtraining met 260 de bandenstapels in is gegaan. Dat was ook gelijk zijn redding, want als hij een paar meter verderop was gegaan, dan was hij in het beton terechtgekomen. Dan had ik me afgevraagd of hij dat wel zou overleven. Sato op weg hier naar de pitbox om in de andere Jordan te stappen. Een van de reddingen was natuurlijk ook de monocoque. En dat is een full monocoque, zoals dat tegenwoordig in de Formule 1 heet. En die is gemaakt van koolstofvezel. En dat is zo sterk als, als een soort survival cell voor de rijder. En bij sterke aanrijdingen, zoals Fisichella dat heeft gehad, helpt dat natuurlijk. Schumacher die hier voor de tweede keer weer overstapt in een andere auto. Begon in zijn T-car, ging toen in deze auto, de auto waar hij de race mee reed. Maar daar reed hij twee ronden heel langzaam mee over het circuit. En nu stapt hij weer in de T-car. Wat ik net vertelde over monocoque, een full monocoque. Gemaakt van koolstofvezel, oftewel carbon fiber. Is de Engelse benaming. Het is een synthetisch materiaal dat sinds het begin van de jaren 80 eigenlijk wordt gebruikt voor de fabricatie van monocoques. En McLaren was de allereerste Formule 1 auto die met een monocoque van koolstofvezel kwam. Terwijl Ralf Schumacher hier de snelste tijd neerzet. Maar Kimi Räikkönen is ook onderweg in de McLaren. De auto zit er trouwens redelijk goed bij qua kwalificatie dit weekend. Gaat ook wat beter. Komt hier de laatste bocht door. Nadeel trouwens van dit circuit, terwijl Räikkönen hier de eerste plaats plakt op 1.16.7, is dat als het heel erg warm wordt, de banden natuurlijk. En dus staat de rem er eigenlijk gewoon op bij het team van Arrows. Dan gaan we naar Jaguar. Weer wat verfijningen naar aanleiding van de introductie van het nieuwe pakket aerodynamica in Silverstone. Op het achterbodywork troffen we daar nog wat kleine bultjes aan. Dat betekent dat aan de onderkant daar wat zit wat die ruimte nodig heeft. En er was weer een nieuwe wing endplate, de zijkant van de voorvleugel. Die donkere flap daar, die liep eerst een beetje omhoog aan het einde. En die hebben ze nu toch wat platter gemaakt. Zo breed mogelijk, echter natuurlijk nog wel steeds binnen de reglementen. En ook de voorwielophanging is wat anders. De bovenste wishbone is nu eigenlijk weer zo'n grote geworden. Die een beetje de vorm van een vleugel heeft, maar dat officieel natuurlijk niet mag zijn. Er zijn meerdere teams die het op die manier hebben. En ze hebben dus goed gekeken. Dan gaan we naar het team van Renault. Niet zoals verwacht een nieuwe introductie van een versere en sterkere motor al hier. Maar wel heel andere bodywork. Hier zien we het, de zijkant van dat bodywork. Eigenlijk een combinatie van zoals Williams, Ferrari en BAR tegenwoordig hebben. Op de zijkant kun je het duidelijk zien. Het is een soort drielaags situatie. En die moet helpen om de luchtstroom over de achterkant van de auto veel beter te sturen. Opvallenderwijs gaan ze dit weekend hier niet met de trommelremmen rijden. Ze houden ze kaal, zodat ze wellicht nog iets meer koeling hebben. Ze nemen dus de hitte voor de aerodynamische winst. En dat doen ze denk ik goed. Dan British American Racing. Van Honda uit weer een nieuwe en betere versie van de kwalificatiemotor. En verander de versnellingsbakken voor de heren, want daar lag het probleem de laatste tijd. Mooi om te zien dat op donderdagmiddag bij alle drie de auto's de versnellingsbakken er gewoon af lagen. En men flink bezig was om die boel op orde te krijgen. Ze zijn ook bezig met de achterdempers van deze wagen. Maar vooralsnog zit er een tussenversie in. En Jacques Villeneuve heeft bekendgemaakt voor het eerst dat hij graag wil blijven volgend jaar bij BR. Hij zegt, ik zie nu eindelijk de stijgende lijn die ik al jarenlang had willen hebben. Dan gaan we naar het team van Eddie Jordan en Honda. Nieuwe voorvleugels al daar. Niet al te veel veranderingen, maar met name aan de zijkanten wel weer. Dit is de oude wing endplate. De zijkant leidt op die hoekige dingen aan de onderkant. En dat is de nieuwe. Dan kun je het nog wat beter zien. Die is wat ronder en die loopt verder naar binnen. In Silverstone hadden ze er eentje bij zich. Het was eigenlijk een tussenversie. Dit is de definitieve versie. En, ook grappig om te zien, heel veel sleutelwerk aan de tankinstallatie. Er zit tegenwoordig een elektrische pomp in die de benzine
naar boven moet krijgen. En dat was het probleem bij anderen. En dus zeggen ze bij Jordan, nou laten we maar wat voorzichtiger aan doen. Ook wordt er gesproken dat Honda hier volgend jaar toch weggaat. Maar misschien Mugen weer terugkomt. En dat is weer een bedrijfje wat eigendom is van Honda. Hebben ooit al samengewerkt met het team van Jordan in het verleden. Jordan zelf flirt op dit moment stevig met Cosworth. Die motoren die nu nog bij Arrows liggen. Dan gaan we naar het team van Peter Sauber en de zijnen. Jensen Button is daar van de week op bezoek geweest. Naar eigen zeggen om wat chocola te kopen, maar wij weten wellicht wel beter. Binnenkort zal duidelijk worden hoe dat in elkaar zit. Eén kleine verandering op de Sauber voor dit weekend. Dat zijn die schoorstenen. Die stonden eerst soorten met van rechtop. En u kunt het duidelijk zien, die zijn nu wat naar de buitenkant geheld. Zodat ook die warme lucht die daaruit komt weer over de achterwielen en langs de achtervleugel gestuurd wordt. Zo aanbeland bij het team van Frank Williams en Patrick Head. De HP-kleur inmiddels al vertrouwd lijkend. Dit is Sam Michael en kijk eens wat die aan het doen is. Die is aan het testen wat dat bodywork doet. Kijk eens, flexen, oftewel meebuigen. Betekent bij de keuring dat het allemaal tof is, maar als daar flink wat wind op komt te staan, dat die flaps bijna tegen die achterwielen aangaan. En hij deed dat eigenlijk bij alle auto's. Ook Williams heeft dus weer een andere versie van dat bodywork geïntroduceerd. Toen hij naar de andere auto liep, deed hij dat samen met een van de engineers. Die begon ook te voelen, zelfs aan het vleugeltje wat er zat. Let maar op aan de linkerkant. Kijk, ook kijk hoe ver dat meebuigt. Swing, swing ook een beetje. Als we dan tussen de benen van de man doorkijken zo direct, dan zien we dat ook die Sam Michael weer op die achterflap begint te douwen. Om te kijken of hij dat achterwiel nou wel of niet raakt. En dat is dus het verschil. Bij de keuring staat het allemaal rechtop. Maar zodra de wind komt, bij 200 km plus, ja, dan wordt het interessant. Dat moet ook deze man van Ferrari gedacht hebben, die het allemaal zag en dus begon door te bellen naar het hoofdkwartier in Maranello. Onder andere weer de achtervleugel achter de rollhoop. En dan die achterkant van die auto die weer flink veranderd is. Flink wat elektronica daar boven het achterwiel. Allemaal te maken met sensoren die de dikte van de remschijven kunnen meten. En dit is dan het gedeelte waar we het zojuist over hadden. Je kunt tegenwoordig bij de technische keuring alles lekker bekijken. Kimi en David. De verwachting is dat deze twee namen ook volgend jaar op de McLaren zullen staan. En dat Mika Hakkinen niet terugkomt. Kleine veranderingen aan het bodywork. Aerodynamisch gezien bij de McLaren voor dit weekend. Een grote verandering aan de achterkant van de auto. Veel aandacht daardoor allerlei mensen voor de spullen die erop geschroefd werden. Het was lastig om te zien waar het precies om ging. Maar David Coulthard klaagde nogal dat de auto over de curbstones niet echt lekker was. Verwachting is dat men nu bezig is geweest met een andere derde demper. Dan de heren van Ferrari. Ook daar flink wat veranderingen aan het bodywork. Aerodynamisch aan de voorkant, maar nog belangrijker. Dit is het nieuwe stuurwiel. Twee wedstrijden geleden geïntroduceerd, maar nooit eerder konden wij het op onze camera vangen. Het is super groot geworden en eigenlijk alles zit erop. Dit is het brein van de Ferrari. Met tig knopjes waar het gaat over differentials, waar het gaat over oliepompen, waar het gaat over allerlei zaken die wij echt niet kunnen weten. Revs, dat zijn dan in dat geval nog de toeren. Radio snappen we dan ook nog wel. En het grote display in het midden, daarop schijnt het team sms-berichten te kunnen versturen aan de rijders. Ze spelen echt alles op zeker. Dit was de achterwielophanging, voorzien van heel veel temperatuurstickers. Om maar te kijken of er misschien delen op die auto zijn die warmer dan warm worden. Ja, dat kunnen ze liever niet hebben dit weekend. Het moet allemaal heel blijven. Ross Brawn heeft bekendgemaakt dat hij ook na 2004 bij het team wil blijven. En dat doet hij goed. Wil je meer weten? RTL Text pagina 320 of surf naar het internet op www. De Arrowsen waren er wel, stonden er wel. Maar iedereen stond met zijn handen in zijn zak. En die monteurs voelden zich eigenlijk allemaal een beetje lullig. Want ja, de hele wereld stond ze weer aan te kijken van ja, wat doe je hier dan daadwerkelijk? Auto's stonden kalm en rustig. Af en toe werd er eens een motortje gestart, maar dat was het dan ook. En ook Heinz-Harald Frentzen verveelde zich eigenlijk een beetje deze dag. Ja, bad, bad. Bored, actually. What can you do on a day like this? Going to the hotel, to the pool. Get some swimming, some jogging. What's the reason why you're not driving? I think we are on strike. Who's on strike? We are. The drivers? No, not the drivers, the team. Okay, that means no money? No, listen, I get that one. You have to ask team spokesmen about, for it's easier to explain it myself. I have only the message not driving today, and there are some reasons behind it. And how does it look for the rest of the weekend? I don't know. Frentzen die per dag verteld werd door Tom Mork en Joel wat het plan deze keer was om de boel overeind te houden. Het moet toch een rot gevoel geweest zijn voor hem. Dat moet ook Jarno Trulli gehad hebben tijdens die eerste vrije trainingen. Want hij schoot van de baan, kwam langs de baan terecht en eindigde de dag teleurstellend als 19e. Een plaats waar hij niet tevreden mee was. Of course, I'm a bit disappointed because I made a mistake. First lap, the second session. So we'll see tomorrow. What happened exactly? Just the car, I lost the rear.
and spun off. They changed the track a little bit, more runoff areas. Do you like that? Yeah, it was definitely a good improvement. Yeah. What can you say about the tires? Are they doing well on the rear? Honestly, I didn't test them, so I can't say much, but apparently they are working well, yeah. Trulli die volgens verwachting volgend jaar Fernando Alonso als teamgenoot krijgt. En dus wordt belangrijk wat Jenson Button deze week gaat doen. Dan zijn we woord bij Olivier Panis. Mooie beelden over het gladde Magny-koers. Ging verrassend goed. Wat verwacht hij van zijn thuis Grand Prix? This week I think so is a little bit more difficult because apparently when I see today lap time is Michelin is very competitive. Now we need to wait tomorrow, but to depend the weather. To be honest, apparently it's maybe raining Sunday. We see what's happened. Cheers. Qualifying comes first. What's your goal? Top 10? If we top them here, it's quite very good for us, to be honest, because we have a new evolution of the engine tomorrow, maybe help, and we see what's happened. Does it mean that it's your home Grand Prix? The audience, the fans, do they help as well? Yeah, sure, it's very important. I'm very pleased to racing here in front of the French spectator. But, you know, we need to make the best, like the Grand Prix before and the Grand Prix after. Panis eindigt de dag uiteindelijk als 14e. Iemand die 11e wordt aan het einde van de rit op de vrijdag is de Schot Alan McNish. Normaal gesproken zorgt hij nog wel eens voor een verrassingje. Vandaag ging het niet helemaal van een leien dakje. Weet ook Ove Andersen, de teambaas al daar. McNish legt uit of hij voordeel had dat hij hier vorig jaar testte. No, my first time lap was quicker than any lap I did last year, so not really. Also the test last year was pretty wet. And very inconsistent in the weather, so from that side, it didn't really help too much with the blue sunny skies. This morning session, you stayed in the lower areas for a long time, but then suddenly you came up. What happened? We're lulling everyone into a false sense of security, not showing our hand too early. Okay, good prognosis for the rest of the weekend? Certainly, I think so. The car was reasonable today, got a bit of traffic on one of the runs, which was a bit unfortunate, but I think that's going to be a problem tomorrow anyway. And it should be quite good for qualifying. Eigenlijk kun je deze Alan McNish toch wel scharen in een rijtje eeuwig optimisten. Hij heeft altijd een goed verhaal. Iemand die eigenlijk eeuwig pessimistisch is, is Eddie Irvine. Maar toch verrassenderwijs, terwijl hij hier wat slingert omdat hij iets niet helemaal vertrouwde in de auto, ging het goed met Irvine. Stond hij aan het einde van de rit zesde en was hij zelfs zeer goed te spreken over de vorderingen die het team met de auto gemaakt had. En had een goede test gehad in Monza. I think today's result is a bit more than, you know, normally we say Friday's Friday and Saturday's a different day, but I think we can honestly say we went better than we probably were expected to go. And I think there's more to come tomorrow, so I think life's definitely looking a little bit brighter. Did Monza help the last week? Monza, as I say, went there and the car, we did a bit of work in the car, a bit of this, bit of that, and to be honest, by the end of the day, the balance of the car was fantastic. It really was. We still have issues with it, you know, but the actual just pure balance was good. So that then let us sort of specifically say, well, this is wrong and that's wrong, and we need to fix these things because that's costing us time, and that's what we're working on now. Hopefully tomorrow we can go a little bit better. What can it mean tomorrow? What can it bring? We're hoping top 10. You know, if you look at where we were today, and I got held up on my best lap, and we have more fuel on board than we normally have, so things are looking reasonable. You know, Saturday's always a different day, and that's when the bullshit stops. But so we'll see tomorrow. Eddie Irvine, gematigd optimistisch, zouden we kunnen zeggen. Dan kijken we naar Rubens Barrichello in die vrije training. Op het moment dat David Coulthard op het moment de snelste tijd in handen heeft. Barrichello zit er een tandje boven. Hoe voelt de Braziliaan zich? Gaat het goed? When the track gets a lot hotter, you have to pay attention because the setup is more important than the times you set. So, I mean, we paid attention on that. The Bridgestones are doing well or the Michelins are the better here? I don't know. I only have Bridgestones and I'm happy with it. Yeah, they're great. Yeah, they're okay. You tried out both the tires? I try both. Like always, Friday we always try the
two types that we have, and then we decided, but we still haven't made my mind up. Dan Michael Schumacher. Als de druk wat groter wordt, dan zien we hem vaak kleine foutjes maken. Chicane in, iets te hard, overstuur en hij spint, maar niet van de baan. Weet de boel dan toch altijd weer in het rechte spoor te houden. Als aan het einde van de dag de op twee na snelste zetten de derde tijd neer. En Chantot weet dat hij zijn kopman scherp zal moeten houden. Scherp was wel David Coulthard. Hier is hij uiteindelijk op de vrijdag de snelste met een tijd van 1.14.0. Daarmee is hij 72.000ste sneller dan zijn teamgenoot Kimi Räikkönen. En legt hij na afloop van de training uit wat het belang is van deze vrijdag. It means that we've done our normal evaluation of where we are in terms of tires and potential for the car. And that come qualifying, I would expect that we'd be behind, behind the Ferraris and the Williams. But we look a little bit stronger relative to the guys behind us, so that's a positive. Did you find a few seconds, or maybe tens of seconds, in the last few corners? Yeah, the last corners are the most critical. You know, the slowest corners on the track, but there's so much lap time there, so that's usually quite difficult and very important for consistency. Is the Q factor here also the stability of the rear? Yeah, rear stability at that end of the lap is very important. For the first half of the lap, it doesn't really matter. It's more about having good aero package and good turning, and our car has that. But it's quite critical how you get the rear tire to work at the end of the lap. We saw also that the asphalt in front of the pit box was a little bit damaged or something. Did it bother you anything? Yeah, I could see it was picking up onto the tires. So it's obviously just the warm conditions are making the tarmac melt a little bit. So it's not good, but we'll see what they can do. Rest of the weekend? Just, I think, business as normal. Ferrari and Williams will battle it out for the pole, and hopefully we can be safe from the guys behind and maybe make some good places in the race relative to Williams. Hard onderuit. Met de helikopter naar het ziekenhuis gevoerd en kwam zo 10 minuutjes voor het begin van de trainingen terug. Echter, dokter Sid Watkins adviseerde hem om niet deel te nemen aan de kwalificatie en daardoor dus ook niet deel te nemen aan de race. 250 km per uur ging hij van de baan af. En dat was een behoorlijke impact met de bandenstapels. En dus moesten de fans het doen zonder Giancarlo Fisichella. Normaal gesproken komen dan die training als eerste de Minardis naar buiten. En wachten de toppers nog een beetje langs de zijlijn. Zoals Eddie Irvine, zoals Kimi Räikkönen. Irvine was fanatiek en goed gespannen. Hoopt op een goed resultaat. En wie zagen we dan als eerste? Inderdaad, de Arrows in slagvolgorde. Enrique Bernoldi en Heinz-Harald Frentzen. Maar dat was het dan ook. Reden allebei 3 rondjes. En ze hebben nooit echt de bedoeling gehad om zichzelf hier te kwalificeren. En dus vallen ze buiten de 107% regel. Is het een kwestie van inpakken en wegwijzen? Tom Walkinshaw lacht hier als een boer met kiespijn. Maar hij heeft dit toch echt zelf verzonnen. Zo probeert hij zijn hoofd boven water te houden. Houd de bril maar op, zodat je de schichtige ogen niet echt kunt zien. Dan naar de serieuzere mannen. Mark Webber rent door de pitstraat. Zijn auto is stilgevallen. Moet even naar de keuring om zich te laten wegen, zodat ze precies weten welk gewicht ze kunnen zetten in de T-car op het moment dat David Coulthard naar buiten gaat en de volgende hardloper eraan komt. Het is Pedro de la Rosa. Loopt wat minder makkelijk dan Webber. Maar voor de la Rosa was het echt een probleem, want hij had eerst in 1 auto langs de baan gezet en toen de reserveauto en dus was hij relatief snel klaar. Dit is Jarno Trulli. Doet een aanval op de op dat moment snelste tijd van Rubens Barrichello. Laat daar 3/10 op liggen. Trulli eindigt de dag uiteindelijk als 8e. Dan pakt Montoya de snelste tijd als Schumacher op de baan komt. Die er dan al 3/10 van een seconde onder zit. Schumacher die in het middengedeelte heel veel kon winnen. Maar in dat laatste gedeelte dan vaak weer ietsjes verloor. We hebben hem er al een keer af zien gaan dit weekend. En inderdaad, ook nu gebeurde het. Hopla, wat stringenter dan de eerste keer. Want hij komt nu zelfs in de grindbak. Rijdt dan ook nog over start-finish heen. En zijn tijd was op dat moment goed voor een 3e plaats. Maar omdat hij afgestoken had, werd hij hem afgenomen. En moest hij het later opnieuw gaan doen. Te hard erin, te veel op de curbs. De auto wordt een meter opzij gezet. Ja, en dan is de ruimte daar niet meer. En glij je dus met Ferrari en al de grindbak in. Of je nou Schumacher bent of niet. Nogmaals, een bewijs dat hij toch een beetje onder druk stond. En dat hij graag van pole wilde vertrekken. Dan is Barrichello de snelste man met 12.5. En zet Irvine een knappe 6e tijd neer. De man had dus niet gelogen de dag ervoor. Uiteindelijk wordt het voor Irvine de 9e positie. Maar zijn top 10 voorspelling heeft hij wel degelijk waargemaakt. Olivier Panis was niet helemaal tevreden afgelopen. Hij was 11e, maar wel weer sneller dan Jacques Villeneuve. En bij Mika Salo ging het helemaal niet. Hard gekozen voor de harde banden. Maar had niet verwacht dat hij daar in de training zoveel last van had. Dan naar Juan Pablo Montoya. In dit gedeelte van de baan is zijn auto echt supergoed. Schumacher heeft op dat moment een 12-2 laten noteren. En Montoya duikt eronder.
brengt hem naar 12.1.1.7. En dat werd uiteindelijk de tijd waar iedereen zich zou proberen op te richten. De eerste die het doet is Ralf Schumacher. 12.1.1.7 staat dus, maar Ralf Schumacher komt tekort. Zoals hij dat het hele weekend al komt, gaat hier naar plaats 3 op 0,3 van een seconde. Uiteindelijk is het voor Ralf niet meer dan positie nummer 5. Barrichello dan, de Ferrari in het middengedeelte, sneller dan Montoya. Maar hier zit de sleutel. In deze bochtencombinatie, chicane genaamd. En dus voelt u hem al aankomen. Ook Barrichello kwam tekort. Niet zo heel veel in dit geval, 0,08 van een seconde. En Jean Todt begon strak te kijken. Bij Rose waren ze gewoon klaar. Ze hadden hun rondjes gereden. Ze wisten dat ze zich niet zouden kwalificeren. Voor de trainingen was er al een persbericht gemaakt dat ze zich helaas niet konden kwalificeren. Dat ze teruggingen naar Engeland. Eigenlijk een beschamende vertoning. Dan Kimi Raikkonen. Nog steeds 12.1.1.7 de tijd. Raikkonen was goed dit weekend. En hij zet hier de derde tijd neer. Dat zou hem één plaatsje later nog gaan schelen. Want hij wordt uiteindelijk vierde. Dan komt Michael Schumacher op de baan. Zit in het eerste gedeelte boven de tijd van Montoya. Maar we weten dat de Ferrari in het tweede gedeelte sneller is. Er zijn er nog 10 seconden in de training te gaan. En ook Montoya is op de baan. Maar Montoya zit onder zijn eigen tijd. Met een dikke tiende van een seconde. Hij raast richting die chicane. En richting het opkomen van het rechte stuk. Dit is de plek waar hij het moet doen. Als hij nu een fout maakt, kon het wel eens kapitaal zijn. Maar die maakt hij niet. Hier glijdt hij ietsjes door. Daar is de vlag en Montoya is als enige onder de 1.12 gekomen. Maar Schumacher rijdt dan nog. Komt hier goed doorheen. Maar helaas, het is de vijfde pole op rij voor Juan Pablo Montoya. Schumacher komt 23.000ste tekort. Maar het was een bizar mooi gevecht tussen deze twee titanen. Montoya was er oprecht blij mee. 5 pole positions op rij, zijn 6e van het seizoen. De feiten op een rijtje zien er zo uit. Montoya voor Schumacher, Barrichello, 4 Raikkonen, dan 5 Ralf. 6 Coulthard, 7 Button, 8 Trulli, redelijk bij elkaar. Trulli heeft de schade beperkt weten te houden. 9e plaats voor Irvine, 10e voor Heidfeld. En er zijn dus maar 19 auto's die zich vandaag hebben weten te kwalificeren. Ik kom forward. Approach the race different when you start in the top 10 instead of being 18th or something? For sure, your strategy is different, your mentality is different. You know, you have a bit of optimism. When you're way at the back and you're there because the car is slow, it's not because you had a problem. You know, you're really not in with a chance. Here we can smell a bit of success, so everyone's game's a little bit higher. As always, there's a lot of talk about the tires. Mitchell's done a fantastic job this weekend, no doubt about it. Also in the race, you think? Yep, no problem. Eddie Irvine, die een jaar geleden in de top 10 stond. En zover moesten we terug. Het was toen Monaco. Daar startte hij als 6e, werd hij uiteindelijk 3e. Hij vertelde dat hij uiteraard de race nu wat anders benadert. Omdat je nu kans hebt op punten. En dat geeft natuurlijk het hele team wat extra schwung. Hij zegt de Michelin-banden wordt, of dus de banden wordt veel over gesproken. Michelin heeft het nu toe uitstekend gedaan dit weekend. Ik verwacht dat ze ook tijdens de race goed gaan presteren met de Michelin-banden. We zien Michael Schumacher de baan oprijden vrij laat. En volgens mij, maar ik denk dat een van onze heren pit reporters dat zal nog wel even uit kan vlooien. kwam die uit de middelste pitbox. En middelste pitbox wil zeggen dat het zijn reserveauto zou zijn. Op de startpit staat ook Jack Ploy. Hij heeft de jonge Braziliaan Felipe Massa naast zich. Felipe, this morning, surprisingly good? Yes, I'm quite surprised, so I have a very good car for the race. I hope to do a good start and to finish the race, because the most important thing is going to be a long race, and it's quite difficult, but I hope to do a good race. Did you change something overnight? Did you have the chance to change something on the setup, or were you already satisfied after qualifying? No, for sure. We have a qualifying setup, and for the race it's completely different, so... but. Every team is like that, so I think our race setup is not bad, and I hope to do a good race. Last question: there is a story going on that you are the first driver to going to use the Hans, the head and neck support, already this season. Is that correct? Yeah, maybe as we don't know yet, but maybe, hopefully, maybe in Monza I can use it. Okay, thank you very much. Good luck. Hij moet heel nodig plassen. Hij wilde net al weglopen. Felipe Massa, die ook een beetje verbaasd was over zijn 4e tijd in de warm-up vanmorgen. Ze hebben natuurlijk in de kwalificatie een hele andere setup gebruikt. Dus ze hebben de setup van afgelopen vrijdag gebruikt. Hij hoopt dat hij een goed resultaat neer kan zetten. Hij is waarschijnlijk ook de eerste rijder die dit seizoen al gaat proberen met het nieuwe handsysteem. Die verlengde helm, zeg maar, die wat extra steun aan je hoofd geeft, gaat rijden. Letterlijk staat Hans voor head and neck support. Ferrari heeft na de warm-up bekendgemaakt dat ze een beetje zijn gaan zoeken met de openingen in het bodywork. Schumacher deed 10 ronden in de raceauto, 8 ronden in de reserveauto.
Auto voelde goed, zegt Barrichello. We zijn erg optimistisch. Bij Renault zei Trulli dat zijn auto stabieler was onder het remmen. En Button zei, ik heb toch iets te veel onderstuur. Trulli zegt daarover, ik denk dat we sterk in de race kunnen zijn. Maar bijtanken en strategie zal zeer belangrijk gaan worden. Bij Jaguar Racing heeft Irvine, die worden net al even nog gezegd, verander alsjeblieft niets aan mijn auto voor vanmiddag, want hij voelt erg goed aan. Sato had wat problemen. Bij Williams zien we nog dat Montoya maar weinig ronden deed. En Jack, jij hebt bericht over het feit of Schumacher nou de ja of nee in zijn racewagen zit of in zijn reserveauto. Ja, het is een bericht van de collega's onderling hier. Dus het is misschien niet helemaal betrouwbaar. Het zijn journalisten die de informatie uitwisselen. Wij hebben gehoord dat Michael Schumacher inderdaad gekozen heeft om te gaan racen in de sparecar. Wel met de cover, dus de motorkap zeg maar die achterop zit, van de raceauto. Dus je zou kunnen zeggen van, hé, hij ziet er anders uit. Maar zover zijn de berichten. We gaan natuurlijk nog wel even wat officiële bronnen checken. Het maakt ook niet zo heel veel uit voor de heren van Ferrari welke auto ze inzetten. Dat hebben we dit jaar al eerder gezien. Goed, dames en heren, we zijn er bijna klaar voor de wedstrijd van 2002 Grand Prix van Frankrijk. Eerste poging voor Michael Schumacher om de wereldtitel te verzekeren. Je kunt er veel rekensommen op loslaten. Laten we eerst maar eens gaan kijken hoe de wedstrijd zich straks gaat ontvouwen. Dan kunnen we weten of hij het gaat halen of niet. We gaan er eventjes uit. We zijn daarna nog... Well, to be honest, I think there's very little that I can do given where I am on the grid. But I think that it's more in the hands of Juan Pablo and Rubens and those guys who are round about him. And you never know, it's quite tight into that first corner, into the first hairpin. So there could be an incident. If there's not an incident, what can you do? What is the maximum you can do tomorrow? I think that for me, if everyone's finishing, then it may be possible to move forward a place or a couple of places. But I think a podium is going to be quite difficult. Would you enjoy the race even if he takes the championship? Sure. You know, he's driven quite well this year and there's no reason why anyone can say he didn't deserve to win the championship. Prof Schumacher, what are you going to do to stop your brother to take the championship here in France? Well, basically just to try and win it tomorrow. But I think it's very difficult from previous races. We know that. I think we have to improve the situation in the team a lot. The drivers have to work even harder to make it possible. In the moment, Ferrari and my brother is the best combination out there. If he wins the race and wins the championship, you will be glad for him as well because he's your brother? Sure, I would. I mean, there's another title he deserves, definitely. He's doing a great and amazing job with his team in the moment, and there's nothing, you know, I can only congratulate him. What can you do this weekend to stop Michael Schumacher to take the championship? Well, win the race, I guess, but it's... I mean, Michael eventually will win here, or sometime soon he's going to win. I mean, it depends pretty much on how the weekend develops. It's nothing we can do right now to stop him winning the championship. It's just that whenever he wins, then we see it. What are you going to do this weekend to stop Michael to get the championship? Well, you know, just not much we can do at the moment. You know, they got a quicker car, they got a better package. Michael, what can the others do, Juan, Rubens, David, to keep you from this championship this weekend? You know, I'm very determined. It's very difficult for them, but especially with the point situation now. But I don't like this situation because everybody is talking like it is basically done, and I know it's not done. So I would like to get over it and get it done. What are you going to do to keep them away? Go fast. Michael Schumacher. En dan ziet u als Rubens Barrichello, Juan Pablo Montoya op de plaatsen 3 zouden eindigen of lager, is hij gewoon kampioen. Datzelfde geldt voor Ralf Schumacher als hij op P2 eindigt en David Coulthard ook op P2 eindigt. Dus dat is helder. Michael Schumacher is vanmiddag wereldkampioen als deze situatie zich op de een of andere manier zo zou voordoen zoals u hem hier ziet. Maar wat nu als Michael Schumacher tweede wordt? Dan moet u even kijken. Rubens Barrichello mag dan 7e worden. Maar we hebben daar sterretjes bij staan. En waarom? Stel dat Michael Schumacher vanmiddag 2e wordt en Barrichello valt uit, dan is Schumacher nog geen wereldkampioen. Hé, zult u zeggen, hoe komt dat? Nou, dat heeft deze reden. Als Barrichello vervolgens alle andere races wint en Schumacher
finisht alle andere races niet. Ja, het is onzin, maar finisht ze dan niet. Dan is de Braziliaan wereldkampioen, vandaar die sterretjes. Maar dit is de situatie als hij dus tweede zou worden. Nou, u mag ervan uitgaan dat dat niet zal. Zeker. En het is natuurlijk een fantastisch moment. Ik vind ook het een symbolisch moment. Hè, dat Montoya gewoon heeft de leiding gevoerd. Maar met name Räikkönen. He, dus dat drieluik eigenlijk tussen Schumacher, Montoya en Räikkönen, dat vind ik toch wel een interessante ontwikkeling. Montoya werd eigenlijk aangekondigd als de nieuwe Senna en de opvolger van Schumacher. Ja. Ik vind toch dat hij niet echt veerkracht vertoont. He. Op het moment dat het slecht gaat, dan kakt hij een beetje in. He, hij had natuurlijk problemen in de pits, maar daarna vond ik toch zo'n rondetijden toch niet indrukwekkend. En als je dan ziet een Räikkönen die er op zijn 22e, zo'n foutje, het zij hem vergeven. Maar ik vind het werkelijk genieten. En ik weet zeker dat iedereen thuis ook ervan genoten heeft. En in zonde dat hij zo'n Grand Prix weggeeft. Maar ik vind het wel heel symbolisch dat Schumacher hier zo'n record neerzet. En misschien is het ook een aankondiging van de wisseling in de wacht voor de toekomst. Met dus Räikkönen. Ik hoop dat in ieder geval voor hem. Oké. Goed. Laten we dan even gaan kijken wat er allemaal gebeurt. Barrichello, nadat hij 2 weken geleden, je denkt nou de pech kan niet groter zijn. Zo'n akkefietje had voordat we naar de Parade Lab gingen. Ja. Nou, staat hij weer? Deze pech die kon nog wel groter zijn, bleek achteraf. Want er is dus niets erger dan wanneer jij zo'n dramatisch weekend hebt. De rest van het team feest aan het vieren is omdat ze zo'n uniek record breken. Ja. En dat vind ik echt schrikkelijk. Ja, dat wist hij toen nog niet. Nou, dat wist hij nog niet. Dus het kon echt erger worden dan hij toen aanvoelde. Ja. Want niemand heeft begrip voor jouw probleem. Ja tot op zekere hoogte. Kijk, zeg het, jongen, wat kwaad. Jammer. Tuurlijk. Ja, iedereen zegt, ach, wat jammer. En draai zich om en gaan feest vieren. Dus... Je eenzaam dan, hoor. Ja, eenzaam. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat hij nu... Hij zal mee moeten vieren. Dan doe je dat voor de vorm. Tuurlijk. Maar hoe kan dat nou bij zo'n team als Ferrari, waarvan wij allemaal weten, het is helemaal top. Iedereen zegt het heeft het beste pakket. En dan staat die man daar op dat rare blokje met die wieltjes. Het is te onbenullig voor woorden natuurlijk. En ik denk dat daar mensen gewoon heel diep onder een kussen slapen vannacht. Gewoon van schaamte. Want daar is natuurlijk weer iets fout gegaan. Ja. Maar het geeft maar weer de menselijkheid aan. Hè. Ik bedoel, Schumacher die zijn foutje maakt over de witte lijn. Räikkönen geeft zijn foutje aan met te laat remmen. Uiteindelijk zijn er toch de mensen die de techniek moeten bedenken. En ook de mensen die doorslaggevend zijn. Dus ja, het geeft aan zowel het team, de jongens die daarvoor moeten zorgen, als de rijders in de auto. Het moet op elkaar aansluiten. Als het dat niet doet, heb je dit soort situaties. Het blijft mensenwerk. Ja. Nou goed. Ondanks het feit dat Barrichello dan naar de pitstraat ging en tenslotte helemaal niet startte, gingen er dan toch de coureurs van start. Laten we daar even naar gaan kijken naar die start. Die verliep overigens vrij goed. Montoya meteen duikt hij naar de linkerkant toe. En dan, zeg maar Jan. Nou ja, en Philippe Massa natuurlijk. Iedereen dacht van zit de rest te slapen of doet hij iets exceptioneels. Maar goed, dus hij deed iets exceptioneels. Dan naderhand tussen... Sato en Panis. Ja, Panis en Sato. Ja. Naderhand ging Panis daar nog verhaal over halen. Maar ja, dat is... In het Engels zeggen ze crying over spilled milk. Dus dat is altijd mosterd na de maaltijd. Je ziet dat toch Philippe Massa, net als in Silverstone, weer met 2 wielen door het gras ging. Ja. En daar kwam hij deze keer mee weg. En als we daar bovenin kijken tussen Sato en... Zien het net niet. Panis zien we net niet. Nee. Maar het is dring altijd, goed, ja. Maar de start was op zich goed. Hebben we dus Montoya op dat moment aan de leiding. En dan krijgen we een gevecht tussen Schumacher, Montoya en Räikkönen. Dat zeg maar zijn hoogtepunt beleeft in de bocht Adelaide. Een prachtig stukje. Ja, absoluut. Kijk, hier met dit soort situaties is natuurlijk fantastisch. Want als de twee vechten, dan kan de derde daar gebruik van maken. Dat dacht Räikkönen in dit geval. Ja, hier gaf Räikkönen ook al aan wat voor vent hij is. Want hij zit er hiernaast. En normaal gesproken zou je kunnen zeggen, nou, hè, dat is me eer te na. Als ik aan de binnenkant zie, moet ik ook de bocht hebben. Ja. Maar hij gaf het wel aan dat hij op dat moment ook het verstand heeft om te zeggen van, nou, ik ga erachter. En mijn tijd komt nog wel. Ja. Die kwam ook, maar... Toen gebeurde er nog meer. Ja, inderdaad. Oké. Maar het was wel een heel mooi stukje autoracerij. Op het moment dat Schumacher dacht, ik pak Montoya, kwam Räikkönen en die liet zien van, zo moet het. En dan zeg jij, en dan laat het zien dat het een verstandig coureur is. Want je hebt de binnenkant, dan heb je de neiging om te zeggen,
Ja, we hebben in het verleden vaak genoeg gezien met bijvoorbeeld... Hier is hij. In het verleden wel eens in Argentinië, kan ik me herinneren. Ja. Tussen Fisichella en Ralf Schumacher. Want hier zou je dus zeggen, nou houdt hij hem en dat weet je niet, hè? Ja, maar goed, dan gebruikt hij gewoon zijn verstand. Ja, en hij denkt wat meer lange termijn. Ja. Maar wat ik al zeg, in het verleden hebben we daar wel eens rijders gezien... met meer ervaring die minder presteerden. Oké. Okay. Goed, dan hebben we BAR gehad, dat twee weken geleden op Silverstone... een verrassende 4-5 scoorde met Villeneuve en met Panis. Mm-hmm. Nu gaat Panis eraf en... Ja, dat vond hij niet leuk. Luister nu maar naar het interview. You looked a little bit angry. I'm definitely angry when I drive, you know, like normal. And when some stupid young driver like Sato want to win the race at the first corner and push me off like a mad, you know, this guy need the singing really, because if it's one more time happen, I think so. We need to discuss together. Did you speak to Eddie Jordan already about it? Yeah, I speak with Eddie because I'm sure Eddie is a very good man. He understands everything. But I said just to him, you need to explain for Sato what's going on in Formula One for the future if you want to stay in Formula One. Hij was ontzettend boos, want zegt hij, Sato, een van de jonge coureurs, die denkt dat de race gewonnen wordt in de eerste bocht. Ja, noemen wij gewoon een jankert. Hij moet gewoon zich omkleden en naar de volgende race gaan. Ik bedoel, Sato doet het ook niet expres. Dat gebeurt gewoon. Dus ga je naderhand lopen janken. Die race is over en dat is gewoon net als een beslissing van een penalty bij de scheidsrechter aanvechten. We zien het iedere keer weer. En ik heb nog nooit een scheidsrechter die heeft gezien. Oh, sorry, ik doe dat dan toch maar niet. Ja, ja. Gewoon onzin. Moet zich gewoon op de volgende race concentreren. Dit gebeurt. In het Frans noemen ze dat on doit pas pleurer, on l'est perdu. Beetje des Panis. Hij kan hard rijden, maar dit zijn dan weer gewoon zijn mindere kant. Oké, meneer Panis, de heer Lammers. heeft u duidelijk gemaakt dat u dus een janker bent, een pleurant of zoiets. Dan... Een pleureur. Ja, kan ook. Een jankert. Schumacher, Michael, die komt binnen. Die rijdt de pitstraat uit. En dan voor het eerst dat iedereen begint te twijfelen van hoe, wat, waar. Even kijken, die beruchte streep. Ja, je kunt voetballen of tennissen erbij halen. Dit was, op de lijn. Naderhand, toen je het langzamer zag, zie je toch dat wiel net over de lijn is. Ja, ik vind gewoon dat daar moet hij gewoon op letten. Ja, er is een regel voor. En dit er is een regel voor. Ik denk ook dat zo'n twijfelgeval, je kunt het de organisatie ook niet kwalijk nemen. Dat ze natuurlijk ook in het geval van twijfel er alles aan zullen doen om de race spannend te maken. En dit was ook een mooi moment. Dus, en ze waren heel consequent bij iedereen. Dus wat dat betreft prima, heel normaal. Op dat moment dachten we toch van nou, dit is gedaan voor Schumacher. Als je zomaar zo'n drive-thru krijgt. Maar hij heeft het ook heel goed gespeeld door... Tot heel dicht achter zijn achterblijvers en dan pas naar binnen te gaan. Ja, dat was een goed moment. Dat is een goede timing. Ja. Maar ja, ik denk dat ook al toen hij achter Montoya reed, dat liet hij naderhand ook zien. Ja. Dat ze konden gewoon lage 15, hoge 14's rijden. Ja. Dus pas toen hij vrij baan had, dus dat gat wat hij daarmee verloor met over de witte lijn rijden. Daar mochten we wel van aannemen dat hij dat dicht kon rijden. Oké. Goed, dan was er ook een aantal auto's dat het niet meer zo best deed. De motoren ontploften. Onder andere die van Trulli. En ook hij had na afloop wel wat te melden over wat er allemaal gebeurde. Bad luck, Jarno. Yeah, from the beginning. I had a very good start, but unfortunately I was caught by Massa, which I think had a jump start. And behind him in 4 or 5 laps, I've lost a lot of seconds. Once I get rid of Massa, I was catching up the best ahead of me. Then we have made a pit stop, and unfortunately after the pit stop I had some traffic again. I lost some time, and after the third pit stop I was catching my teammate up. I was very quick, but unfortunately something blew up. So we don't know, we have to check now what's happened. Very crucial in this race so far is the outing of the cars coming out of the pit lane, that wide lane. Is that wrongly made or something? No, it's not wrongly made. Everything is okay there. You just have to respect the rules and not cut the white line. Ja, hij zegt het. Ja. Die witte lijn ligt er niet voor niks. En hij ligt er ook goed. Valt me ook op dat hij zei dat door de slechte start van Philip Massa dat hij de aansluiting met de kopgroep verloor. Mm-hmm. Ja, geef je te denken. Je zou kunnen gaan zeggen, iemand die een slechte start doet, dat hij een stop-and-go penalty krijgt. En met zo'n andere witte lijn situatie dat je een drive-thru krijgt. Ja. Ik denk dat met die witte lijn situatie, dat die drive-thru is gewoon een hele... Is gewoon gebleken, een supergoeie penalty.
Maar ik denk dat als je nu ziet dat inderdaad iemand met een belachelijke start kan gewoon een hele race, zeg maar, verstoren. Die moet je een stop-and-go geven. Zou je kunnen overwegen. Want dat is een zwaardere straf. Dat kost meer tijd en lengte in afstand dan de drive-through penalty. Nou, je kunt het hele racebeeld verstoren. Ja, en je kunt mensen eventueel uit de race halen die anders een hele goede kans zouden maken. Ja, exact. Vandaar ook dat je een zwaardere straf moet uitdelen. Ja. Oké. Ja, en dan zien we wat gebeuren. Dat hebben we al lang niet meer gezien, maar dat is toch tamelijk uniek. Ik wil er eerst even met je naar kijken voordat we erover gaan praten. Eddie Irvine in zijn Jaguar. Ja, dit mag niet gebeuren, want nu rijdt hij in een vrije positie, maar... Ja. Nou, je ziet ook dat het de zijkanten zijn. Dus dit geeft iets om over na te denken. Overigens is dat misschien wel goed om even op in te haken. Hij had een fantastische race. Hij reed, als ik me niet vergis, 8e op dat moment. Ja. Dus dat is heel fijn en hoopgevend voor Jaguar. Ja. Ik denk ook dat het even aangeeft dat de aerodynamica bij Jaguar wel goed is. Maar dat ze hebben geëxperimenteerd met een nieuwe type koolstofvezel. En dat zou de hele stijfheid van het chassis nog wel eens een beetje in twijfel kunnen brengen. En dat komt er meer uit op circuits met meer... Ja, dit geeft dus aan dat misschien in dat koolstofvezelgebied... Toen dat bij Minardi gebeurde, riepen we allemaal schande, nieuw team. Dit is geen nieuw team, dit zijn geen kleine jongens. En daar vliegt zomaar een vleugel af, Jan. Het is geen schering en inslag, hè. Het gebeurt nu... Je hebt met dat soort procedeeën heb je gewoon te maken. Met metaal kun je een haarscheurtje hebben. Yeah. En je kunt hier ook gewoon eens een constructieprobleem hebben gehad... dat iets niet helemaal verlijmd is geweest. Maar kortom, de vleugel zou kunnen aangeven... dat met de experimentele koolstofvezeltechnieken die ze gebruiken... dat ze nu, om straks 2 stappen vooruit te doen, 1 stap achteruit zijn gegaan. Nou goed, maar ze kunnen maar beter geen vleugels verliezen. Eddie Irvine had er dit over te melden. How do you call these things? It's a failure, you know. It's a rear wing failure. What could you have done? The first stint looked okay, the first set of tires, and the second, different. Yeah, no, the second set, I left the fronts on, and I just picked up a lot of understeer. So obviously the tire decay was higher than we thought on the fronts. So then for the third stint, I put on fresher fronts with fresh rears again, and I was catching button quite quickly. And then we had that problem. You know, we were looking for. We were going to have a good race. If you look back, would the other tire from Michelin maybe could be the better choice? No. Definitely not. For us, no. Nou, van hem worden we niet veel wijzer over wat er nou precies gebeurd is met die achtervleugel. Dat brengt ons bij Kimi Räikkönen, de man die leek de Grand Prix te gaan winnen. Wat we ook allemaal een beetje hoopten. Want dat had ook het wereldkampioenschap voor Schumacher nog zeker een week uitgesteld. Maar door de druk van Schumacher ging dat even fout. Laten we even gaan kijken wat er gebeurde. Ja, je ziet, hij blokkeerde al in eerste instantie een wieltje. En hij kreeg hem gewoon niet tot stilstand. Nee. En hier is het heel normaal dat je hem gewoon uit laat lopen naar de buitenkant. En Räikkönen die kon gewoon niets meer doen op dat moment. Dus... typisch een foutje en het gaf aan hoeveel druk er op elkaar stond en hoe Schumacher en Räikkönen het pushen was. Ja. Maar ik vind het nog, zeker in het beeld van deze race, waar zoveel foutjes gemaakt zijn door deze en geen, is het hem absoluut vergeven. En ik zeg altijd maar zo van... Als ik zelf hier of daar een fout maak en hem naast de baan zet... dan zeg ik ook tegen die jongens van... ja, maar je wilt toch dat ik het probeer, of niet? Ja. Dus je wil niet dat je binnenkomt en dat je iets te vroeg remt en noem maar op. En hij laat hier duidelijk mee zien dat hij helemaal op de grens zit. Waar richting Coulthard kun je een klein beetje je twijfels erover hebben. Want hij perst iets meer uit die auto dan Coulthard. Ja. En ja, dan krijg je ook dit soort foutjes. Als je op de grens zit, kun je er makkelijk overheen glijden. Frankrijk wil meepraten. Olaf, vertel. Ja, Jan, ik heb even een vraag aan jou. Ik zie het nu terug. Volgens mij haalt Schumacher feitelijk dus Räikkönen daarin... terwijl de geel hangt voor McNish. Maar ze kunnen hem daar niet op pakken, denk ik... omdat er dan eerder een straf uitgedeeld zou worden aan Räikkönen... omdat hij zich daar verremt. Ja, ik denk dat het een twijfelgeval is. Ik denk niet dat Schumacher hier de intentie had om Räikkönen in te halen. En ik denk dat eigenlijk Räikkönen hier heel duidelijk een fout maakte. En daardoor gewoon van de baan, strikt technisch genomen, raakte hij van de baan. En op dat moment had hij eigenlijk niet eens meer mogen proberen om Schumacher terug in te halen. Dus ik denk dat Räikkönen zijn eigen gele vlag situatie aan het creëren was. En daardoor strikt technisch genomen Schumacher, legaal heeft gehandeld. Oké. Okay. Als hij hem ernaast gezet had en hem wel gewoon ingehaald had, was het wel fout geweest? Tuurlijk. Strikt technisch, als Räikkönen niet van de baan was afgegaan, dan was het wel een probleem geweest.
Oké, okay, dat is daarmee ook beantwoord en duidelijk. Zometeen in het vervolg van dit programma de persconferentie van de nummers 1, de wereldkampioen, en 2 en 3 van deze Grand Prix. Klaar voor de persconferentie. And it's welcome to the top 3 finishing drivers at the French Grand Prix 2002. It's Michael Schumacher, Kimi Raikkonen and David Coulthard. Michael, many, many congratulations. A fantastic achievement. It's the fastest it's ever been achieved. You've equaled the existing record of 5 world championships held by Juan Manuel Fangio. How do you feel? Yeah, how do you feel? I mean, I think I've never been good at these moments to find appropriate words, in all honesty. It just has overcome me, and I have been very relaxed all weekend. I didn't think about the championship all weekend, honestly, because I somehow felt that it's not going to happen here. Then, obviously, I saw Rubens stopping, and I saw the pace we had against Montoya. And, I slowly started to believe in it, and then we had, obviously, this mistake, or my mistake, getting out of the pit lane, crossing the white line. I don't know by how much, but I guess it was rather millimeters than centimeters. But anyway, over is over. And then all was gone again. And then we had such an eventful race with the drive-through, and then several attacks with Kimi, who drove a fantastic race. But it wasn't supposed to happen, and I didn't believe anymore in it. Like 10 laps to the end, I started to push again, pick up the pace and put some pressure on him, and you never know what might happen. I don't think that really the pressure that much was the problem for Kimi, because the oil, if you don't see it, you don't see it, then that's it, wherever you brake. And I was obviously warned by seeing his problem, so I was reacting a little bit to it, and that was my opportunity. And then suddenly the championship was back in my pocket, and that's something I haven't, as I said, I have put aside all weekend because I didn't believe in it, so I didn't really feel the pressure for it. And suddenly, when I was leading and feeling that's going to be the championship, I think that was the worst sort of 5 laps I have had in my career, because the sort of weight it was on my shoulder, the pressure was on not to do mistakes and not to do anything wrong, although it's very difficult then to overtake once you're up front. Still, it's enormous, and the sort of outbreak I had was pretty heavy, and that's when I realized how much pressure probably I was under, which I didn't realize beforehand. And I'm just so glad that we have achieved this together with a tremendous team, with people behind which you just can love and you just can admire, with the effort they put in, the workload, I mean, the motivation they have. It's probably wrong to mention names, because we are so many of us that I just say that I really love all these guys, because we have such a great relationship, and it's fantastic to achieve this all together. I just, thank you is very small words for what you have done for me. Thank you very much. Michael, thank you for that. Kimi, with a few laps to go, you were about to win your first Grand Prix. What happened there at the Adelaide Hairpin? There was yellow flags, but not any flags for the oil or slippery circuit. And I think so Toyota or someone blow up the engine or something was there. Just the oil, and locked the front wheel and run wide, and Michael got past. Talk to the rest of your race, because you obviously had a very, very good race car here. Yeah, the car was great. The team was making very good pit stops. Everything was working fine. It was just my mistake that we lost the race. Maybe most disappointed race in my life, but a few laps to go, you were about to win your first Grand Prix. What happened there at the Adelaide Hairpin? There was yellow flags, but not any flags for the oil or slippery circuit, and I think so Toyota or someone blow up the engine or something was there. Just the oil, and locked the front wheel and run wide, and Michael got past. Talk to the rest of your race, because you obviously had a very, very good race car here. Yeah, the car was great. The team was making very good pit stops. Everything was working fine. It was just my mistake that we lost the race. Maybe most disappointed race in my life, but so we can win. Thank you, me. David, a massive return to form, really, for McLaren this weekend. You also had a great car, a great strategy, but unfortunately you fell foul of that pit lane exit. Talk us through it. Well,
I didn't realize, obviously, you know, I wasn't trying to, you don't play with the white line, really. You know, you won't win against crossing it, but I really genuinely didn't realize, but just have to accept that I made the mistake and you pay the price. But it ultimately wouldn't have affected my on-track position, I don't think, too much. But, you know, obviously I feel for Kimi, because I think from where I was sitting, I don't know how it looked on television, but I thought it was a great race we were all having, to have, you know, the Ferrari and the McLarens and the Williams running so close together. I was really enjoying myself, and I thought he drove really well up front, and obviously got caught out in the oil there. But yeah, obviously a big congratulations to Michael, because it's an extraordinary record that he has in Formula One, and I think that his speech there to his guys was very fitting. So I think a good day all round. Certainly was, and that last stint yours was quite exciting, because you set off with the three fastest laps we'd seen all day, and then some problems. What happened in those last few laps? I don't actually know what the problem was, but I'm presuming it was a oil pressure or engine related problem, because I was asked to short shift and slow my pace down by 3 seconds a lap. So I guess the other thing could be that maybe not all the fuel went in at the pit stop, but I just need to go back to the team and find out afterwards. And David. Michael, we're now for the new Hockenheim. It must be a great place for a party. And I remember when you won the championship last year, you said how much you're looking forward to these races where you could just race. So you must be looking forward to your home race and the atmosphere there. Yeah, but in all honesty, after 2000, after the championship, I said that maybe a race from now on, this is just the pleasure of racing. It is maybe not 100% true, because the championship is still a sort of target you would like to achieve, certainly. And after we have achieved this, we obviously can now concentrate for race by race and just enjoy and do the best we can. And that's hopefully getting in some more exciting races and maybe good positions. Aldus Michael Schumacher, de nieuwe wereldkampioen. Hij was nogal geëmotioneerd, vond ik, in de persconferentie. Zeker toen hij vertelde, ja, Rubens was weg. Ik had er helemaal geen rekening mee gehouden überhaupt om het hier te worden. Foutje met die witte lijn. Hij zegt, ja, het waren eerder millimeters en centimeters over typisch Schumacher. Zo van, als het ergens om gegaan was, denk ik dat hij het nog had aangevochten ook. Maar oké, daar heeft hij het dan even over gehad. Wat ik wel aardig vond, was dat hij zei, ik weet niet of de druk die ik op Kimi legde nou zo groot was, of dat er nog wat olie lag. En dat was, het geeft ook een beetje weer, hè, dat hij... Ja. Nou, hij zei dus gewoon hij maakte wel duidelijk dat het gewoon zijn eigen fout was. En van, de rules zijn de rules, hè, dus daar was hij vrij duidelijk in. En wat ik inderdaad ook wel verhelderend vond, is dat hij dus zei van, nou, ik denk niet dat Kimi die fout maakte vanwege de druk die ik uitoefende. Precies. Maar dat het meer kwam door de olie die daar lag. En inderdaad had McNish net zijn motor opgeblazen daar. Dus de lach was olie. Dus ik denk in alle kanten, van alle hoeken dat je het bekijkt, dat het gewoon fijn is om te horen dat in ieder geval Raikkonen die fout, dat er nog ook gewoon reden voor was. Ja, en dan is het aardig weer van Raikkonen zelf. Hij zegt niet zoveel, hij zegt het ook niet zo erg hard. Nee. Maar hij zegt wel, ik heb het zelf verpest, het is mijn schuld, ik ben teleurgesteld en de volgende keer gaat het beter. En dat duidt er dus op dat hij die klasse heeft die jij eigenlijk in hem ziet. Ja, nou, hij is gewoon ook eerlijk in het toegeven van zijn fouten. Hè. Ik bedoel, de vorige race had Mark Webber, die had bijvoorbeeld een wielophanging, althans, die spinde van de baan. Ja. En die zei van, nou, ik weet nog niet wat er gebeurd is. Nou, hij wist donders goed wat er gebeurde, dat hij gewoon een fout had gemaakt. Ja. Maar zeker na die leuke pitpost met Olaf, vond ik dat een heel klein beetje tegenvallen, dat hij niet gelijk, net als deze jongens, Schumacher zegt gewoon, het was mijn fout. Ja. Coulthard zegt, het was mijn fout met die witte lijn. Raikkonen zegt ook van, nou, het was gewoon mijn fout. En de meest teleurstellende race in zijn leven. Ja. Maar goed, dat geeft aan. Hè. In het Engels zeggen ze zo mooi van, it takes a great man to admit to his own mistakes. En ik denk dat deze drie jongens dat wel hebben laten zien. Yep. Ja, dat je gewoon klasse moet hebben en het vertrouwen om je eigen fout toe te geven. Voor degene die de ondertitels even hebben gemist, er is een groot man voor nodig die zijn eigen fouten toegeeft. Dat is de letterlijke vertaling van wat Jan net zei. Wel, Michael Schumacher dus wereldkampioen. Michael, maar wij noemen hem Michael Maas, zette de successen van de Duitser dit seizoen tot heden nog eens op een prachtig filmisch rijtje.
Manuel Fangio. Goed, nou, een mooie kampioen. Het kan niet beter. En nu verder met het seizoen? Nou, wat wel leuk is, is natuurlijk dat hij had gehoopt het eventueel volgende week in Hockenheim te winnen. Maar ja, achteraf bezien denk ik dat het leuk is om te zien dat hij heeft Engeland gewonnen. Dat is leuk voor Ross Brawn, de technisch directeur. Ja. Nou, hij heeft nu het wereldkampioenschap voor Jean Todt in Frankrijk gewonnen. Dat is een Fransman. Ja, een Fransman. En volgende week kan hij gewoon zijn feestje gewoon vanaf vrijdag al gaan vieren in Hockenheim. Dus dat is leuk voor een thuiskampioen. Oké. Okay. En ik denk dat van nu af aan er gewoon echt geraced wordt om iedere meter. En wellicht dat er hier of daar wat races aan Barrichello gegeven gaan worden. Goed, we zullen het zien. Jan Lammers, bedankt. Ja. U, dames en heren, bedankt dat u hier was. Kom goed naar huis. En dit was het. De eerstvolgende Grand Prix is niet over 2 weken, maar al volgende week zondag. Dan gaan we naar Hockenheim voor de Grand Prix van Duitsland voor aanvangstijden. En al dat andere nieuws, kijk op RTL Text.